meeste talking floor is dat ik wat kon doen. Dat ik kon filmen. En ik had natuurlijk veel hogere idealen. Ik dacht natuurlijk, ik dacht aan Anton Wachter, Vestdijk en Multatuli of Couperus of weet ik veel wat. En ik dacht zeker niet aan Floris. Maar toen dacht ik, nou ja, moet je luisteren, dit is wat er is en wat ik wil, dat is er niet. Dus ik doe het gewoon. Het feit dat ze me wilden hebben, althans dat ik een van de serieuze kandidaten voor die job was. Het was gebaseerd op de mariniersfilm die ik had gemaakt toen ik luitenant de zee was en gedetacheerd was bij het Korps Mariniers, die in 1965 een 20 minuten durende documentaire over een korps wilde hebben vanwege 300 jaar bestaan. Dat was eigenlijk een film die ik draaide. Het was natuurlijk maar 20 minuten, maar ik had net waar die films van James Bond en Dr. No en From Russia With Love waren uitgekomen. Dus ik heb het een beetje gedraaid in die stijl van spanning, adventure enzovoort. En de mariniers komen er ook heel goed uit en die zijn top guys. Dat vonden de mensen bij de NOS. Vonden dat leuk. Die dachten, nou ja, als die van die vechtscènes met die mariniers kan maken, kan die misschien ook wel twee jongens op een paard zetten en laten hard laten hollen en avonturen beschrijven enzovoort. Ik was van de week met de HEMA. Nee, ik was niet bij de HEMA, ik was bij Blokker. Zie dat wij in de studio staan. En mezelf er ook bij, dat had ik al eens vaker gezien, maar daar doe ik niks mee, ik constateer dat en denk ik, nou, dat heb ik dan. En dus vroeg ik aan die juffrouw, het was wel een ietsje ouder mensen, gewoon een leuk vriend, mensen in Zandvoort was het. Ik zeg, dat was ik. Ze heeft ook mensen in, Sindela, een jeugdsentiment. Nou, dat is gewoon vreselijk leuk, weet je. NOS vroeg mij om een serie te schrijven. Toen dacht ik, nou weet je wat, ik situeer hem rond 1500. Want dan heb je een heleboel aardige spannende dingen zoals buskaart. En je hebt ook mensen die je toe kan voegen die uit de vreemde komen. En toen heb ik dus gekozen voor een fakir. Omdat hij natuurlijk rare dingen kan doen. Als op bedden kan liggen en vasten en in touwen kan klimmen. Dat vond ik heel aardig. De NOS vroeg mij om een auditie te doen voor de rol van Sindela in de komende serie Floris en de Fakir. Want oorspronkelijk heette de serie Floris en de Fakir. Dus hij moest ook iets Indiaas hebben of wat dan ook. Iets Middel-Europees of misschien wel verder van India of zo. Dus daar kwam hij eigenlijk, dat straalde die allemaal uit. Ik kan me nog wel herinneren dat een van de dingen die hij vroeg, dat was, kun je een kat daar doen? Ik had een vriend, die gaf les op de toneelschool, Nederlands, in Amsterdam. En ik vroeg aan hem, heb jij een edelgermaan? Toen zei hij, die heb ik, maar die is vorig jaar afgestudeerd. Die werkt nu bij een klein gezelschap in Friesland, de Noordercompagnie. En wij waren daar aan het spelen voor scholen. En we liepen toevallig tegen elkaar aan en hij keek dus wat we aan het doen waren. En hij zei, misschien kan je wel een soort Robin Hood-achtige rol krijgen voor televisie. Ik zei, dat is leuk. Toen ik naar zijn handen keek, toen zag ik dat hij van die hele sterke, een beetje krommige worstvingers had. Ik dacht, die kunnen een zwaard vasthouden. En toen hij wegliep, toen zag ik dat hij vrij korte en vrij kromme benen heeft, als van een cowboy. En toen dacht ik, dat is helemaal prachtig. Hij kan een zwaard vasthouden en hij kan op een paard zitten. Wat kun je meer verwachten voor een Nederlandse historische serie? Toen heb ik ook een screentest gedaan met Paul. En dat was allemaal wel aardig. En toen kreeg Carol van Herwijnen, die was ook voor de rol getest. En kreeg, in principe gingen ze daarmee in zee. En toen bleek eigenlijk, kon zich eigenlijk niet zo lang vastleggen. En toen zei Gerrit, nou ja, zullen we dan maar teruggaan naar Rutger Hauer? Want die, in ieder geval is die type van Floris. En toen hebben we dat maar gedaan. Ik was echt tweede keuze voor. Maar
Maar goed, ik kon me niks schelen. Ik bedoel, ik zei, ik kom graag. En dat heeft mijn leven inderdaad veranderd. Alleen maar achteraf kun je zeggen, dat is allemaal op zijn plaats gevallen. We hebben de beste keuze gemaakt die mogelijk is, denk je dan in ieder geval. Dat zo ziet het er nu uit. Je voelt als iets goed gaat worden, dat voel je. Dat hoeft niemand je te vertellen. En dat was ook op een moment dat, ik zie Rutger nog aankomen op de set. Er komt iemand aan en je weet meteen, dat gaat Floris worden. Zet jij je naam uit? Ja, is te moeilijk voor jou. Neem jij het alfabet nog maar eens door. Tja, schrijven is gevaarlijk. Zo bestaat, zeker voor scenario schrijvers. Dit is iets wat je cadeau krijgt als je met een regisseur gaat zoeken naar locaties die ook mogelijk moeten maken wat je op papier hebt bedacht. We vonden dit luik en ogenblikkelijk hebben we de situatie van dit luik en de kamer en de gang eronder gebruikt in de aflevering De Koperen Hond. Wat ben je er beter gekomen? De Koperen Hond is in aantocht. Kun je eet, kun je dan doorgaan met praten? Kijk hoe dat klinkt, doe dat dan. Ja. Doe dus. Ja, is veel leuker. Ja, ik zou het wel doen, ja. Er was absoluut geen doelgroep. Tegenwoordig is alles een doelgroep. De enige groep die ons voor ogen stond in die tijd, dat was een zo groot mogelijk publiek bereiken. Dus niet zeggen, deze serie moet geschreven zijn voor kinderen tussen 4 en 9, maar ik dacht, weet je wat, je moet een serie maken waar de kinderen naar kijken, maar die ook de ouders aardig vinden. Want dan nemen ze zo'n kind op schoot en vinden het ook leuk om met dat kind naar iets te kijken. Dat je een middelse serie niet kunt maken zonder dat er narren in zitten. Het is een narrenstaf, maar dan heb je nog niks. Dus het moet een staf zijn waar er wat bijzonders mee gebeurt. En dat is ook zo. Je kunt er namelijk grappen mee maken, maar je kunt er ook eten mee jatten. Twee hele extreme, en dat was juist zo leuk. Kijk, daar heb je het weer. Paul gebruikte gewoon wat zij meebrachten als persoon. Jos had een beetje dat in zichzelf gekeerde, al van nature, dus je kwam ook niet zo goed achter. En Rutger, die was van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in actie.
Die ging 's morgens die paarden alweer controleren en de zwaarden slijpen, bij wijze van spreken. De hoofdpersoon is Flores, een jonge man die jaren onder de Portugezen heeft gevaren en naar huis terugkomt. De fakir is de vriend van Flores, beheerser van tal van fakir-trucs, goochelaar, alchemist, pinter. Had je het idee dat jouw karakter, dat je daar meer diepgang in kon leggen dan Floris in zijn... Nou, ik denk dat als je inderdaad dan een beetje onnozel moet overkomen, dat het niet uit de hemel komt vallen. En dat als je dus slimmer moet zijn, dat dat ook niet vanzelf gaat. Jos was een heel mysterieus, teruggetrokken iemand. Niet zo goed hoogte van krijgen. Wij hadden heel erg sterk ons eigen leven en het was een werkrelatie. Die hadden het alleen maar over geld en bloed. Ze zijn geen woekeraars. Ben je gek? Het zijn dokters. Dokters? Wat is het verschil tussen een dokter en een woekeraar? Weet ik eigenlijk niet. Een acteur die kan niet liegen voor de camera, met zijn lichaam niet en met zijn geest niet. Rutger is prominenter geworden dan in de serie, dan hij door mij op de film in de serie, dan hij door mij op het papier in de serie was neergezet. Want aan het eind, als hij binnenkomt in die zaal, staat hij daar met het zwaard in zijn hand tegen de jumper zo geleund. En dan zie je gewoon dat hij gegroeid is, als je dat vergelijkt met het begin. Talent, karma, charisma eigenlijk waarschijnlijk. Dat grote charisma dat Rutger eigenlijk heeft uitgestraald al die jaren dat hij in de film is. En zeker in de films die hij later met mij gemaakt heeft. En Blade Runner en andere. Dat charisma zat daar dus in. En daar kon je niet aan onttrekken. Ook niet als regisseur. Je moest eigenlijk dat laten gaan. Je moest eigenlijk daar dat laten gebeuren. En hem zich laten ontwikkelen tot de held. Die met name in Soldaat van Oranje is natuurlijk. Het is helemaal voor mezelf, is dat gewoon dat ik denk van, wat heb je aan mazzel gehad? Dat het zo bij elkaar gekomen is. Want ik had het zonder Paul absoluut niet gered. Ik was veel te los in mijn ledematen gewoon. Hij bracht er structuur in aan en kordaatheid en kortheid. En heroïs een beetje en zo. En hij leerde me dat ik niet te veel moest bewegen. En ik was eigenlijk... Floris terugkijk, het is de mooiste tijd van mijn televisieloopbaan geweest. En dat praat ik niet alleen voor mezelf, maar ook met mijn collega's die ik nog regelmatig spreek. En we zouden op de dag van vandaag met z'n allen, zoals we hebben gewerkt, als vrienden, zouden we weer willen beginnen. Het is ontzettend leuk gewoon, dat wat jij zo leuk vond om te doen, en waar je zo plezier in hebt, dat het zo... goed overkomt en dat mensen daar dus echt, dat de staten daarvoor stil waren. Voor een half uur op zondagavond. Dan zag je ook de volgende dag die jongetjes met stokken, weet je wel, op de grasvelden en met handdoeken om en mantels en dat was ontzettend leuk. Het was grensverleggend, dat denk ik wel. In die tijd was het echt een grensverleggende jeugdserie. Kijk, het was de eerste productie met heel veel mensen eigenlijk. Stuntteam, veel figuranten en zo. En dat was allemaal niet zo ontzettend goed georganiseerd. Toen ik dus een cameraman moest uitzoeken, toen had ik dus... toen dacht ik, nou, dan draai ik dat met Peter Alsen geest. Maar op een of andere manier, misschien voor politieke redenen die ik nooit heb begrepen... werd toen Tom Binet naar voren geschoven.
En ze zei, ja, maar die heeft ook een beetje lossere stijl en dat die draait alles uit de hand. En waarschijnlijk dacht ze, het is goedkoop en snel. Max Appelboom, die had op een gegeven moment problemen met het feit dat de productie zo uitliep. En toen kwam hij naar mij toe om te vragen van, Ton, wil jij eventjes Paul een beetje pushen, zo van, dat hij dat opschiet. Op het laatste, er zat op zo'n terrein, zoals hier, met een hele grote tent, hè, daar zat de griem in, daar zat de kleding in, en paarden stonden erin, en we moesten er eten, en van alles en nog wat, om het geld was op. Grotendeels kwam het ook door het geluid. Ik bedoel, het speelt in de middeleeuwen af, maar dan hoorde je op de achtergrond weer brommers, treinen, landbouwtractoren, en we hebben eens berekend dat dat ongeveer over de hele productietijd 6 weken heeft gekost aan wachttijd. Ik ben altijd verbaasd dat ze mij hebben gehandhaafd na een paar weken, want het ging natuurlijk veel langzamer dan iedereen gedacht heeft. En het budget dat oorspronkelijk bedoeld was als, ik geloof, 500.000 gulden, is in de boeken terug te vinden als ongeveer 2 miljoen. Dus dat is 300% over budget gegaan. Nationale held, want Grete Pier was dus een nationale held. Nou, laat ik zeggen, iets wat scherp aangezet heb. Dus ik moet maar, het was toch een soort karikatuur van Grete Pier natuurlijk. Nou, we zaten ruim een uur, zat ik met name in de schmink. Baard, die werd echt stukje voor stukje werd geplakt. Want ik had een normale baan in die tijd, dus ik kon dus niet permitteren om een baard te laten staan. Ik had dus een contract gemaakt met Max Appelboom voor 17 draaidagen. En dat moest ook wel, want ik was in die tijd adjunct-directeur van een grote platenmaatschappij, dus ik had een job. Maar ja, het was toch zo gezellig en zo leuk en die figuur die werd toch aardig. Dus toen zijn 73 draaidagen geworden. Maar dit weilandje, daar hebben we het op gedaan. Daar loopt de sloot. Daar, die was meer water dan dat er nu in zit. En daar hebben we dus die beroemde scène gedaan met die boot dus opgetild werd. En dan zie je dus mij alleen die boot optillen. Maar dat was natuurlijk de trucage. Achterop stonden dus 10 man om vast te houden, camera ertussen en ik. Alleen met het, want het was een hele zware boot was het natuurlijk. Ik was wel vrij krachtig in die tijd, maar niet zo krachtig als die boot natuurlijk kon optillen en weggooien. De improvisatie moet plaatsvinden binnen het kader dat ik heb uitgezet. Graaf in. Komt hij binnen? Wees welkom, meneer Floris. En dan waaide hij mijn hele borduurwerk mee. En dat was natuurlijk in eerste instantie niet de bedoeling. En dus hij zei, Paul, die is eigenlijk wel leuk. Laten we dat maar gebruiken. Paul van Hoeven, die wil wat. Die wil jou, die wil zien dat jij wat doet. En bij mij, en ik heb het zo ervaren, dat Paul van Hoeven, als hij weet dat hij jou vertrouwen kan, als hij weet dat jij dat gaat maken, dan laat hij dat volledig vrij. Als ik iets zie dat iemand bij een repetitie iets doet, of bij de derde opname iets bijzonders doet, of iets anders doet, dan denk ik, oh, dat is eigenlijk veel leuker. Dan ga ik altijd naar ze toe en zeg, god, ze bouwt dat erin en laat het niet vallen. You know? Probeer het erin te verwerken en zo. Deze sprong en plons werden verzorgd door een lid van het stuntteam dat alle gevaarlijke opdrachten uitvoerde. Als daar zijn. Sprong. Sleepwerk. Paard verwisselen met val. De stuntmensen, het waren gewoon jongens die goed met hun lichaam konden omgaan en bereid waren om niet gigantische risico's, maar sommige risico's te nemen. Ze waren ook allemaal jongens die meestal s'avonds het uitsmijten waren ergens op het Rembrandtplein. Toen het daar moest gevochten en geslagen worden op de ouderwetse manier.
Tik. Knak. Klap. Ding. Boom. Knak. En de sterrenste die won. En die andere ging slapen. De serie zo Nederlands mogelijk laten zijn, met zo veel mogelijk landerijen en koeien. En ik wilde natuurlijk ook, dat is het meest typische van Nederland, ik wilde er een molen in. Maar als je er een molen in stopt, dan moet je natuurlijk ook wat met die molen doen. Dus ik dacht, mooi, prachtig, meegenomen, aan het eind laten we de schurken aan de molenwieken hangen. Het idee, ja, dat idee is vaak van ons gekomen doordat je met de middeleeuwen te maken hebt. Wat moet je dan bedenken om mensen te straffen en toch op een manier zonder hoofden af te hakken of handen af te hakken, maar dan toch een manier waarop ze dan op die wieken van die molen en dan toch naderhand er weer afkomen, maar dan toch een schandvlek waren. Dit zal je betaald zetten. Een volgende keer misschien. Vooruit! Nee. De stunt op zich, dan moet je toch vertrouwen op mensen die dat controleren. Dat kun je zelf ook niet. Zo'n timmerman die hier dan wel uit de buurt vandaan komt, dat is erg belangrijk. Dat zo'n man, dat vertrouw je dan op. En als die dan zegt met zo'n praatje achter zijn kiezen. Laat dat maar aan hangen hoor. Is goed zo. Nou ja, dat doe je niet maar. En als je omhoog gaat, dan lijkt dat heel langzaam. Maar als je naar beneden gaat, dan is het net of je dwars door de aarde naar de Chinezen toe draait. Nou, de NTR stond er toen op dat we toen verzekerd waren. We waren even goed al verzekerd natuurlijk, maar niet in die orde van grootte als met deze stunt. En dat was toen voor 2 miljoen gulden. En dat was ook niet onder te brengen als alleen met de Lloyds. En toen kwam er zo'n meneer van de Lloyds en die, ja, die jongens hingen voor die tijd er al aan. En die zei, jullie zijn verzekerd van 1:30 tot 2:00. Geen minuut vroeger en geen minuut later. Schema ben ik begonnen toen ik een jaar of 14 was. En paardrijden eigenlijk ook. Dus ja, dat waren eigenlijk ook wel dingen die ik heel erg leuk vond. Ja, wat rondrollen met de ja, het was, ja, was hartstikke leuk gewoon. Lekker ribbeltje spelen. Ja, absoluut. In de spur of the moment moest ik snel op paard. En ik sprong gewoon over de kont van het paard in het zadel. Daar was ik erg trots op. En ik had een gevecht met 2 zware. Dat vond ik echt interessant. Ja. Rutger heeft de meeste stunts in de productie zelf gedaan, hè? Het mocht toch niet? Op eindje is er een bonje en een ruzie en aardigheid om geweest. Ja, maar die, met het zwaard vechten en dan kan je met die lange afstand rijden en van alles nog. Ja, dat heb je gedaan, ja. Maar, en dat, die duik in het water bij de Doornenburg in 2,5 meter water. Dat heb je, ja, dat heb je wel gedaan. En in de Zwarte Kogels duikt hij ook in de gracht van Loevers van de Doornenburg. Wat verboden was, nota bene. Duiken en zo van hoge duikbanken af, dat was altijd. Het was voor mij gesneden koek en ook in het ondiepe en dan dacht ik het plat. Nou ja, dat was. En ik wist dat de stuntman die ging gewoon springen, weet je wel. Nou, ik dacht, dit kan ik gewoon veel.